Heb jij vroeger seksuele voorlichting gehad op school? Ja, maar niet heel uitvoerig. Ja, volgens mij wel. Ja, zeker wel, maar het was echt heel minimaal. Te weinig eigenlijk. I mean, we had about one lesson. I never had sexual education. Heb je daar wat aan gehad? Nee, als jong meisje vond ik dat altijd een beetje dat ik dacht, of zo. Zeg maar, op de basisschool kreeg ik het. Als ik het op de middelbare school had gehad, had ik er misschien meer aan gehad. Ja, voor mezelf niet zo, omdat ik ook wel andere mensen had die waar je het dan mee daarover hebt, zeg maar. Maar ik denk wel dat het over het algemeen beter was geweest voor, ja, ik denk misschien vooral voor de mannen wel. Vrij weinig. Ik moet zeggen dat ik zeg maar, ik ben de oudste thuis. Dus ik heb niet een oudere zus of broer waarvan je zeg maar dingen kon afkijken of die je vertelde hoe het zat. Dus ik had vriendinnetjes die dan zeg maar uitlegden hoe bepaalde dingen werkten. Really not, it didn't teach us anything. Wat had je willen weten voordat je je eerste keer seks hebt gehad qua seksuele voorlichting? Jongens moeten echt, zeg maar, hen moet veel beter geleerd worden hoe zo'n eerste keer voor een meisje is. En daar moeten ze echt rekening mee houden. Ja, ik denk misschien wel gewoon dat überhaupt je lichaam zich nog ontwikkelt tot echt nog ver in je 20ste. Ik denk dat het voor een vrouw best wel veel pijn kan doen de eerste keer, maar dat het ook de tweede en de derde keer nog heel veel zeer kan doen. So I'm heterosexual, so I wanted to understand better how the women body works. I also to stimulate her better, to understand her sensations. Doing a wide range of things, like discussing not just sex between a traditional man and woman. What age do you think it's most important to start having sexual education? Yeah, I think starting at 12, 13. Ja, ik denk op zich, als ik naar mezelf kijk, dat de middelbare school wel gewoon een mooi moment is. Ik denk dat je op zich wel redelijk vroeg moet beginnen, rond 12, 13, zoiets, eerste klas, tweede klas. Vanaf het begin van de middelbare is het zeg maar perfect om daarmee te beginnen. En dan gewoon heel low-key gewoon een beetje te beginnen en het dan gewoon op te bouwen. Do you talk openly about your sex life? Yeah. Niet per se, denk ik, maar dat komt ook omdat ik een christelijke achtergrond heb. Dus okay. dat heeft er trouwens ook mee te maken met, denk ik, dat op religieuze scholen dat ook anders wordt besproken dan op openbare scholen. Ja, heel open. Ik denk dat schaamte eigenlijk alleen maar problemen veroorzaakt. Omdat als je er niet over praat, dan kom je er ook niet achter wat nou precies normaal is. Ja. Dus schaamt je er niet voor? Nee. En wat zou je dan willen zeggen tegen de mensen die zich er wel voor schamen? Het is gewoon, we doen het allemaal. Het is gewoon hartstikke normaal. Het moet ook niet soort van gestigmatiseerd worden. En het moet zeg maar voor jongens en meisjes moet het dus gelijk getrokken worden. Omdat je zeg maar het bekende voorbeeld dat meisjes zeg maar een slet zijn en gasten zijn gewoon de gangster. Goeie, ja, precies. Het moet gewoon gelijk getrokken worden. Oké, nou top dit, Aaron. Mijn korte vraagjes. Top. Dankjewel. Dank je.